Ze hadden dan wel, ik geloof, nieuwe klanten, maar waren ze eigenlijk totaal niet in geïnteresseerd. Als je eigenlijk als je geen miljoen vrij te beleggen had, dan kon je de pot op als klant. Dat zei hij zo uit de losse pols. Toen dacht ik, ben je nou helemaal belazerd, hè? Dan weet ik het goed gemaakt, dan breek ik zoveel mogelijk af. Het bleek moeilijk om van alles af te komen. Maar toen heb ik vrijwel alles overgeschakeld naar de ING. Die in ieder geval niet zoiets stoms heeft gezegd. Ik heb ondertussen begrepen dat Van Lanschot daar spijt als haren op zijn hoofd van heeft gekregen. Die man is al lang weg, maar nog steeds zit die klont van verontwaardiging, die zit in mij. Met Van Lossum, kunt u mij horen? Vandaag hoorde ik Maarten weer mopperen over het feit dat je nooit een mens aan de lijn krijgt als je de bank belt. Tip, zo. Stap over naar de Triodos Bank. Altijd een mens aan de lijn overstappen is tegenwoordig heel makkelijk, zegt Henny van het Veer. Ja, ik heb van zeer de gedachte aan een bank overstap. Ja. Maar dat bleek zo godvergeten ingewikkeld te zijn dat ik daarvan af heb gezien. Dus ik heb twee banken, namelijk de krediet- en effectenbank, sorry, tegenwoordig de Van Lanschot Bank en de ING. Van Lanschot is nog best wel ouderwets, hè? Nou ja, dat is ook een verhaal wat ik al vaker vertel. Ik wil het best nog een keer vertellen, want het heeft me altijd wel enigszins... hoe zal ik het zeggen? Ik was er wel verontwaardigd over. Ik was oorspronkelijk bij de krediet- en effectenbank in Utrecht. Een betrekkelijk kleine lokale bank. Verder geen centje over te klagen. Je kon altijd bellen. Dat is die bekende mevrouw die ik altijd opvoer. En een mevrouw die kwam altijd aan de lijn. Oh, meneer Van Rossum, wat leuk dat ik u weer spreek. En... Je bent weer vergeten te betalen. Ja, inderdaad. Nou ja, dit werk. Zoals het naar mijn idee bij de dorpsbank hoort. Maar waarom belde je dan? Als je vergeten was te betalen, kon je toch gewoon betalen? Nee. Want je had nog geen app en allerlei andere poppenkasten. Je moest snel betalen en dan kon je telefonisch betalen. Dat kost een tientje. Dat zei die mevrouw ook altijd. Weet, het kost wel 10 gulden om het telefonisch overmaken. Maar goed, meestal was dat net precies wat ik zocht. Toen is de krediet- en effectenbank die is verkocht aan de middenstandsbank, als ik het me goed herinner. En vervolgens is de middenstandsbank weer verkocht aan Van Lanschot. Is ooit aan de klanten van de bank gevraagd wat die daarvan vonden en of die dat een goed idee vonden. 0,0. Je kreeg dan altijd een brief dat alles beter werd nu je dan bij een veel grotere bank aangesloten was geraakt enzovoort. Ik had toen al een substantieel spaarbedrag. Ik ben gaan sparen omdat ik... op een goed moment natuurlijk allerlei lezingen hield. Dat wordt bruto betaald. Dus dan moet je, kun je natuurlijk allemaal fijn uit gaan geven aan geweldige auto's. Ik noem maar wat op. Dan moet je een jaar later moet je vanwege de inkomstenbelasting ongeveer de helft van al je bruto inkomsten moet je als belasting betalen. Dus daarvoor was ik aan sparen begonnen. Dus ik had echt een substantieel spaarbedrag had ik daar staan. Toen ik ondertussen al klant van Van Lanschot was. En toen verklaarde die directeur van Van Lanschot, ja, ze hadden dan wel, geloof ik, nieuwe klanten, maar waren ze eigenlijk totaal niet in geïnteresseerd. Als je geen miljoen vrij te beleggen had, dan kon je de pot op als klant. Dat zei hij zo uit de losse pols. Toen dacht ik, ben je nou helemaal belazerd, hè? Dan weet ik het goed gemaakt, dan breek ik zoveel mogelijk af. Het bleek moeilijk om van alles af te komen. Maar toen heb ik vrijwel alles overgeschakeld naar de ING. Die in ieder geval niet zoiets stoms heeft gezegd. Ik heb ondertussen begrepen dat Van Lanschot daar spijt als haren op zijn hoofd van heeft gekregen. Die man is al lang weg, maar nog steeds zit die klont van verontwaardiging. Die zit in mij. Hè. Dat neerbuigen ook. Ja, god, mensen zonder een miljoen vrij te beleggen. Dat is totaal oninteressant. Hè. Tegenwoordig hebben ze advertenties waar je zo'n geanimeerd meisje ziet stippen. Evi. En ik geloof dat je voor 60.000 kun je al instappen bij Van Lanschot. Maar nu kunnen ze wat mij betreft de pot op. Je bent daar weg. Nou ja, behalve wat moeilijk weg te halen was bij Van Lanschot. Dus ik heb gewoon twee van die plastic kaartjes. Oh ja. Eén van Van Lanschot en één van de ING. Maar het is wel de bank die zich nog steeds profileert met de wat rijkere mensen inderdaad, ja, dat klopt. Ja, nou goed, ik was dus niet rijk genoeg voor Van Lanschot. Nee. Kennelijk. En bij ING als je En nogmaals, dat was een heel substantieel.
Ik ben geen belegger, want dat is ook zoiets. Als je flink wat op je rekening hebt zetten, staan of nou van bij de een of de andere bank, krijg je voortdurend papieren of brieven van of je niet wil gaan beleggen. En dat is heel voordelig in kunt stappen en nou, ik weet dan niet wat. Nee, ik wil helemaal niet beleggen. Het klinkt gek, maar laat ik het nog eens uitleggen. Ik ben godzijdank in de positie dat ik niet over geld hoef na te denken. En daar wil ik wil ook niet dat je denkt, oeh, de stukjes zijn gedaald, oh, wat nu? Dat kan me geen zak schelen. Zolang ik genoeg heb om tenslotte tot de dood toe een redelijk welvarend bestaan te leiden, vind ik het allemaal prima. Ik ga niet beleggen, ik ga geen bitcoins kopen, nee, ik heb een kelm. Ik wil me gewoon niet over nadenken. Dat is het. Dat is prima, toch? Dat is duidelijk. Ideaal is dat. De rente gaat ook weer een beetje omhoog. Ja, ik zie nog mijn opa met het Financieel Dagblad. Ja, je weet hoe het met de aandeeltjes is. De ene dag stijgen ze en de volgende dag dalen ze. Het is altijd gedonder, ja. En dus zijn hele humeur werd daardoor beïnvloed. Nu gaat het heel slecht. Als ze gedaald waren. Ja, joh, die beurzen zijn allemaal gruwelijk overgewaardeerd. Nu wordt gezegd recessie. Recessie, ja, het zal best wel. Tot nu toe valt het volgens mij wel mee, maar het zal wel. Ja. En de rente gaat weer een beetje omhoog? Ja, dat moest onvermijdelijkerwijs een keer gebeuren. Dus de ECB zal nu ook stap voor stap wel een redelijke rente aanrekken. Ja. Ja. Voor een spaarder als ik is dat een hele voordelige zaak. Want nu betaalde ik aanzienlijke negatieve rente. Ja. Dat is ook bizar, toch? Nogmaals, ik wil er niet over nadenken. Ook dat gezeik over die bitcoins en slapende rijk worden dondert toch een end op. Ja. Ik heb wel wat beters te doen dan rijk worden. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ik moet nog reclame maken voor de Dino-podcast. Oh ja, nou ja, doe dat eventjes. Want wij waren bij Bo, ik weet niet of je dat nog gezien hebt. Heb ik terug zitten kijken, ja, met zo'n meisje met roze haar. Ja, zeker, dat is Melanie. Dat is een wetenschapper, toch? Ja, echt een topwetenschapper. Uit Zweden komt ze volgens mij? Nee. Zij is gewoon Nederlands alleen. Maar ze woont in Zweden. Zij heeft een promotiebeurs in Uppsala. Ja. En zij heeft een hoogst interessant en origineel onderzoek gedaan naar die inslag van die reusachtige meteoriet 65 miljoen jaar geleden, waardoor die dino's grotendeels, naar men denkt, verdwenen zijn. En dat is echt mooi onderzoek. Dus ik neem aan dat ze daar met lof zal promoveren in Uppsala. Ja, dat was een leuk verhaal. En Bo vond het ook leuk, volgens mij. Ik moet zeggen, we hebben ondertussen voor de Dino-podcast meerdere jeugdige vrouwelijke onderzoekers gesproken, die allemaal even leuk en interessant waren in hun onderzoek en verder ook leuk en interessant waren. En die dus ook daar zie je de feminisering van, in ieder geval het paleontologische onderzoek, dat is in volle gang. Ja. Want wat verbazend het je dat deze mensen ook dino's interessant vinden? Nee, dat niet. Natuurlijk omdat het is bekend dat onder jongetjes dino's altijd interessant zijn gevonden. Tenminste, ik vond het als jongetje in de jaren 50, zei ik dat toen de dino-wereld er totaal anders uitzag dan nu, vond ik het al hoogst interessant. Je had in Life, een bekend, prachtig geïllustreerd Amerikaans weekblad, van in de jaren 50 allemaal verdwenen, zetten de Evening Post, Live, Look. Het is allemaal verdwenen, maar goed. Ik vond dat toen al hoogst interessant. Vind nu nog steeds interessant, vooral omdat het dino-onderzoek eigenlijk totaal veranderd is van aard en we heel anders tegen die dino's aan zijn gaan kijken. Dat behandelen wij allemaal in die dino-podcast en ook die Melanie hadden wij via de dino-podcast leren kennen. Ja. Dus daar hebben we ook een heel item mee gemaakt. Ja. En het zijn de voorlopers, begreep ik. Dus luister naar de Dino-podcast. De voorlopers van de vogels zijn het, hè, begreep ik, de dino's. De vogels zijn dino's. Ja. Maar directe afstammelingen, ja. Over een periode van 65 miljoen jaar. Dus dat is natuurlijk een hele... Ja. Maar ze hebben wel echt geleefd, hè? Dus niet een of andere. Nee, ze hebben echt geleefd, ja. Dat kun je rustig zeggen. En we hebben daar kun je ook, wil ik ook wel reclame voor maken. Dat Apple TV Plus, dat is een van zo'n streamer, ja, die ook op de streamingsmarkt verschenen is. En die hebben een hele fantastische start gemaakt met 4 programma's met geanimeerde dino's. Nou, dat moet ze honderden miljoenen dollars hebben. Ik heb het gezien, was heel mooi gemaakt. Prachtig, echt schitterend gemaakt. Ja.
Ik kan iedereen oproepen om dat te gaan bekijken. Het is wonderbaarlijk. U kunt bovendien voor €4,99 lid worden van Apple TV+. En ik geloof dat als u verder de rest niet zo interessant vindt, kunt u er ook aan het eind van de maand weer vanaf. Dus het is een ideale constructie. Heb jij het helemaal gekeken? Ja, ik heb het helemaal bekeken. Ik vond het geweldig. Ja. Echt, het zijn 4 uitzendingen van, ik meen, 1 minuut of 40. En het is echt overweldigend. En wat vind je zo leuk aan dino's? Nou, wat ik leuk aan dino's vind, is afgezien het feit dat, dat ze er vaak heel wonderbaarlijk uitzien. Nou nee, vrijwel iedereen zal de eerste Jurassic Park film gezien hebben met de bekende Velociraptors die achter die kinderen aan zitten in die keuken, als je je dat nog kunt herinneren. Van die Velociraptors, die zijn, waren natuurlijk ook die waren geanimeerd, daar klopte niet veel van. Die zijn te groot en te intelligent en ze hebben geen veren. Maar bijvoorbeeld in die Apple-serie, daar zijn die Velociraptors zijn, zoals ze horen te zijn, die zijn zwaar bevederd. Volledig bevederde voorpootjes en zo. Voor isolatie, ja, is dat. Waarom zijn dino's interessant? Waarom is eigenlijk de hele evolutie van levende wezens interessant? Je ziet dat de natuur, althans toen die dino-tijd begon, dat is natuurlijk veel eerder dan die eindigde, dat is zo'n 250 miljoen jaar geleden, niet waar, dat de evolutie voor een heel spectrum van dino's die kleine dino's, grote dino's, plantenetende dino's, vleesetende dino's. De hele Santa Kraam in feite. Het is de enorme diversiteit van levende wezens die de evolutie produceert. Dan verdwijnen ze door een, laat maar zeggen, kosmische ramp, om het maar even zo te noemen. Al moet naar mijn idee de verdwijning en het tempo waarin en waarom ook bijvoorbeeld de zeedino's verdwenen zijn. Dat zou allemaal nog wel wat nader onderzocht mogen worden, wat mij betreft. Maar goed, en dan vervolgens creëert de evolutie weer een totaal nieuw soort van levende wezen. Nou ja, nieuw. De zoogdieren bestonden al lang. Dus onze voorouders in die tijd, zeg maar, maken daar even 100 miljoen jaar geleden van. Dat waren een soort muisachtige wezens die op zichzelf eigenlijk, zou je kunnen zeggen, evolutietechnisch gezien de toekomst waren. Maar dat wisten ze nog niet. Ik ben meer geïnteresseerd in bredere zin in, laten we zeggen, de evolutie op deze planeet. En met name van flora en fauna natuurlijk. Maar een heel interessant en verbazingwekkend onderdeel zijn de dino's. Denk aan die reuze dino's. Die werk van een gigantisch, als je dat ziet. Je kunt trouwens in je Naturalis, kan iedereen die skeletten gaan bekijken die daar voortreffelijk tentoongesteld zijn. Dat je denkt van dit zijn zulke achterlijke wezens, hoe is dat nou mogelijk? En dan is het leuk om uit te zoeken hoe het mogelijk is dat die dino's zo ongelooflijk groot zijn geworden, althans een deel daarvan, als ze zijn geworden. En dan komt dat ze in feite ontwerptechnisch, om het maar even zo te zeggen, wel wat anders in elkaar zitten dan zoogdieren. Ja. Hebben de dino's ook voorlopers? Ja, de dino's hebben ook voorlopers. Dus ze hebben aanvankelijk, dan denk je van nou, dat gaat niet veel worden met die dino's. Maar tenslotte, leidt dat zo'n 200 miljoen jaar geleden tot een explosieve ontwikkeling. Maar wie waren er voor de dino's dan? Nou, je had het, uiteindelijk zijn de levende wezens die zijn ontstaan als eencellige. En op een goed moment, dan zit je al 1,8 miljard jaar geleden of zo. En dan geleidelijk aan worden dat complexere vormen. En een groot deel van die vormen van voor de dino's zijn ook weer verdwenen. Denk aan trilobieten. Maar bijvoorbeeld de koppotigen, die waren er toen ook al. Dus dat zijn inktvissen, zou ik maar zeggen. Ja, dat is ook een totaal ander ontwerp, hoogst interessant. Ik hoop ook als wij klaar zijn met onze Dino-podcast, dat we een koppotige podcast mogen maken en ons gaan verdiepen in de koppotige. Maar een deel van die koppotige is ook weer verdwenen in de loop der tijden. Ja. Hey, en wat is je favoriete dino? Ik heb geen favoriete dino eigenlijk. Dat kan ik niet zeggen. Omdat natuurlijk de favoriete dino bij iedereen is Tyrannosaurus Rex. Maar dat geldt voor mij helemaal niet. Dat is die bekende, hè? Kijk, het hele idee dat er favoriete dieren zijn. Ik bedoel, een olifant is lollig. Ja, hoewel ze thuis moeilijk te houden zijn. Maar ik vind een kakkerlak net zo interessant als een olifant. Ja. Het is ook niet zo dat je moet het dierenrijk op geen enkele wijze
meten aan onze moraliserende of esthetische beginselen. Dan een vraag over Rasputin. Mijn dochter vroeg laatst een toelichting op de rol en de functie van Rasputin. Kan Maarten er wat over vragen of vertellen, zegt Marijn? Nou, dat wil ik best eens een keer doen, want dit is natuurlijk een even tragische als vermakelijke figuur. Een soort van ontspoorde, religieuze leider. Ja, daar moet ik me even in verdiepen voordat ik daar iets nuttigs over kan zeggen. Dat kwam eigenlijk omdat natuurlijk de tsarina, dus de vrouw van de tsaar, dat die hadden allemaal dochters en ook één zoontje. En dat zoontje had die bloederziekte. Dus waarbij eigenlijk een eventuele bloeding niet natuurlijkerwijs tot stolling geraakt. Dat was een ziekte die in koninklijke huizen, geloof ik, in Europa voorkwam. En zei dat Sarina hoopte dat haar zoontje genezen zou kunnen worden. En dus ze geloofde aan allerlei flauwe poppenkast. Een beetje à la Juliana en prinses Marijke. Ja, ja. Beste Maarten, naar aanleiding van de strafeis in de zaak Peter R. de Vries vraag ik me af, wat vindt u van de celstraf in Nederland? Ja, wat vind ik van de celstraf in Nederland? Dan zou ik eerst moeten verdiepen in, wijkt die sterk af van andere landen? Worden bij ons langer. Ik heb wel de indruk dat wij veel strenger straffen dan we vroeger deden. Bij mijn weten is het zo dat nog nooit is aangetoond dat strenge, langdurige straffen dat veel effect sorteert. Ik zou eerst eens moeten kijken hoe het met de celstraf in Nederland gesteld is. Ja, deze jongens krijgen levenslang. Tenminste, dat is geëist. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Levenslang, overigens, volgens de Europese regels, mag niet zo gegeven worden dat er toch niet een zeker uitzicht is op strafvermindering of strafbeëindiging, als ik het goed begrepen heb. Ja. Even kijken, je hebt een optreden gegeven in Blaardingen en dan heb je het over Poolse supermarkten gehad, die niet echt Pools zijn. Ja, dat begreep ik ook later. Ik weet niet, dat was mij al verteld. Johan van den Berg. Dat zijn weliswaar supermarkten voor Polen, maar die worden niet gerund door Polen, begrijp ik, maar door, wat was het ook weer? Iets anders, een andere groep van personen. Het komt hier binnen door iemand die dat zegt. En die zegt van, er is een artikel over bij de VPRO. En dat is dus, het zijn niet echt Polen die inderdaad daarin zitten. Maar wie het dan wel zijn, dat schrijft er niet bij. Ja, dat is een beetje onhandig natuurlijk. Ja. Maar iemand heeft het maar verteld dat ik het niet bij het rechte eind had. En dat die supermarkten weliswaar wel bestemd waren voor de Polen hier. Dus met Poolse artikelen en zo. Maar dat die eigenlijk gerund werden door, Armeniërs of zo. Of Koerden of zoiets in die geest was het. Maar ik heb er kennelijk geen enkel verstand van. Dan zijn er ook mensen die hebben het over de klimaatpodcast nog. Ja, en die vragen toch nog wat validatie bij deze meneer. Of het allemaal wel klopt wat hij zegt. Ik ben ervan overtuigd dat het allemaal klopt. De cijfers zijn zodanig dat ze moeilijk te ontkennen vallen. Hij weet waar hij het over heeft. Hij is in feite een energiedeskundige. Wat Smiel zegt overigens is helemaal niet anti de switch vanaf. Hij zegt alleen maar dat het op de tijdsspannen die wij eraan geven gewoon helemaal niet kan. Dat het wel moet gebeuren, maar dat het een complexer en langer durend proces is. En dat jij zegt ook wel, wees voorzichtig met van die gestapelde, catastrofale toekomstvoorspellingen. Je kent die plaatjes ook wel, dat de hele planeet als een soort vaccinelichtje in de fik staat. Ja, wat dat betreft zou ik zeggen, laten de mensen ook eens kijken naar bijvoorbeeld periodes van die dino's. De Noordpool was het ook warm. Bepaald niet koud. Ik bedoel, zijn in het leven van de planeet langere periodes geweest dat er helemaal geen ijs was dan dat er ijs was. Zij dat er ook periodes zijn geweest dat er nog veel meer ijs was dan nu. Wij leven nu eigenlijk in een postglaciaal. Dus een soort van eindfase van een ijstijd.
die ijstijden die hebben een vrij sterke periodiciteit. Dus we hebben alle reden om te aan te nemen dat die ook weer terugkomen. Maar dat kan geloof ik wel 60.000 jaar duren. Dus dat is niet op de menselijke maat. Ik sprak gisteren iemand die zei vanaf 2050 ga je echt in Nederland verandering zien van de klimaatverandering. Nou, laten we het hopen. Maar dan nog is de switch naar niet fossiele brandstoffen of niet fossiele energieleverantie nog lang niet compleet. Nee. Nou ben ik in 2050 ben ik 107, dus de kans dat ik het ga meemaken is vrij klein. Maar ik zou toch de overheid adviseren, hou eens op met allerlei utopische plannen, nietwaar, te lanceren, waarvan feitelijk iedereen die daar even over nadenkt begrijpt dat ze niet op die termijn realiseerbaar zijn. Daar worden we niks wijzer van. Nee. Thomas Piketty, is dat ook iets wat je leest, wat je interessant vindt? Ik vind het hoogst interessant. En dat gaat natuurlijk voornamelijk over het probleem van gelijkheid. Ja. En laten we zeggen, de elite, een heel klein deel overigens daarvan. Het is me altijd de vraag wat elite eigenlijk precies is. Is elite iedereen die tertiair gevormd is? Nou, dan zitten we in Nederland al, ik geloof 40% van de Nederlandse bevolking is tertiair gevormd. Dus dat is nooit helemaal duidelijk. Maar goed, de kleine vermogende elite wordt steeds vermogender. En de vraag is, moet je daar iets aan doen? Kijk naar hoe dat in de Verenigde Staten volledig ontspoord is in allerlei opzichten. Maar ook bij ons zijn natuurlijk, iedereen weet dat Nederland is een relatief egalitair land. Als je naar inkomen uit werk kijkt, inkomen uit arbeid. Het punt van vermogende is ook in Nederland is er een minimaal kleine klasse die zeer, zeer, zeer vermogend is. En dat vermogen is bijvoorbeeld door de coronacrisis, dat kon je overal lezen, nog weer verder toegenomen. Dat neemt, het is een beetje bommel en de bovenbaas als je dat erin hebt. Wat was dat? Ja, ontzettend leuk verhaal. Maar goed, laat iedereen heer Bommel en de bovenbazen lezen. Dan. Ben je nou helemaal belazerd, hè? Maarten Verossum over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek, nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.